Jules Schelvis werd op 1 juli 1943 vanuit Westerbork met nog ruim 3000 andere Joden op transport gezet naar Sobibor. En die trein die bestond uit 50 veewagons. En in iedere wagon zaten zo gemiddeld 65, soms tot 70 mensen opeengedrongen. Het werd een 72 uur durende verschrikkelijke treinreis. Een tocht die gesymboliseerd wordt door een concertreeks langs Amsterdam, Berlijn en het Poolse Lublin. Dirigent Jan Vermaning begeleidt met zijn orkest de verhalen van zijn goede vriend. Omdat de muziek voor hem ontzettend belangrijk is in zijn leven. Het heeft zichzelf ook een enige vorm van een overleving met zich meegebracht. Omdat hij tijdens de werkzaamheden samen met zijn vriend Leo de Vries liedjes neuriede. En dan moesten ze van elkaar raden welk thema het was. En dat kon ze ook een beetje door de dag heen komen. Jules Schelvis verloor in de oorlog zijn vrouw en een groot deel van zijn familie. In 1945 werd hij door de Fransen bevrijd in kamp Vaihingen. Toen begon de terugreis. In mijn eentje, want er was geen hulp van anderen. De regering van Nederland of het Rode Kruis heeft zich niet laten zien. De Fransen die daarentegen, die ook in dat kamp zaten, die werden na 2 weken door het Rode Kruis opgehaald. Nou, ik kwam dus terug in Amsterdam en ik had niks meer. In Sobibor kwamen ruim 170.000 mensen om het leven. Schelvis is slechts één van de 18 Nederlandse overlevenden. Met het concert hoopt hij dat de verhalen nooit vergeten worden.